Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hij is er. Ik heb een nieuw SD-kaartje. Maar ja, mijn camera was kapot. Wat heb ik dan aan een SD-kaart? Wat heb ik daar dan aan? Ik moet natuurlijk een nieuwe camera hebben. Kijk eens jongens. Een nieuwe camera. Made for vlogging. Een vlogcamera. De ZV1. Heb ik gekocht. En dat is dus mijn nieuwe camera. Die ik gekocht heb. Ik ben dus nog steeds op vakantie. En ik heb hem gekocht bij de Mediamarkt in Doetinchem. Nooit kopen daar. Wat een klerenwinkel. Verschrikkelijk. Manipulatie, intimidatie. Echt een verschrikkelijke winkel. Nooit gaan kopen daar zo. Het is echt een verschrikkelijke winkel. Maar goed, in ieder geval de camera. Dan moet ik een schaar hebben natuurlijk. Oh, daar ben ik heb natuurlijk geen schaar bij me. Ik had natuurlijk een schaar mee naar boven moeten nemen. Oh. Maar goed, in ieder geval... We gaan die eraf halen. Even kijken. Oh, hij zit nog vast. Ik moet nog eventjes. Ik doe het met mijn nagels. Maar ik heb bijna geen nagels. Want ik heb ze net helemaal kort lopen knippen. Van de week. Ja. Ik heb hem. Kijk jongens. Die is open. Die is open. Die is open. Even kijken of ik hem open krijg. Ja. Ik krijg hem open. Nou, dan gaan we even kijken, jongens. Nou. Wat hebben we allemaal in het doosje? Een boekje. Een blaadje. Nog een blaadje van Sony. Ik heb trouwens weer een Sony. Mijn vorige camera was natuurlijk ook een Sony. Nog een blaadje. Een boekje. Nog een boekje. Meestal altijd in tientallen verschillende, in 10 verschillende talen, altijd. En dan hier het grote boek van Sony. Sony. Nou, moet ik hem nog verder openmaken. En daar hebben we hem dan hoor. Even kijken. Kabeltje. En ik noem het altijd een cavia, noem ik het altijd. Een cavia. Cavia, dat is tegen de, als het waait. En dan is dit de camera, jongens. Is dit de camera? Oh. Dit is hem. Mijn nieuwe vlogcamera. Kijk. Ik zal hem even wat dichterbij zetten. Zo. Dit is hem. De Sony. Ik moet nog even wennen eraan. ZV1. Vlogcamera. Nou. Even kijken. Een batterijpack. Batterijpack. En dat was het. Meer zit er niet in. Nee, meer zit er niet in. Dus we gaan eventjes kijken hoe dat werkt. Ik moet natuurlijk die gekke cavia erop krijgen. Hoe zit dat precies? Hoe kan je die gekke camera, die gekke cavia op die camera krijgen? Dan moet ik nog eens eventjes naar vogelen. Maar in ieder geval, ja jongens. Ik ben er ontzettend blij mee. Kijk. Ontzettend mooi dingetje. Ik ben er ontzettend blij mee. We gaan eventjes... laten we volgens mij even de batterij erin gooien. Hè? De batterij. Nou, de batterij. Eens even kijken hoor. Want ik moet even uitvogelen hoe alles werkt hoor jongens.
Die zit volgens mij de SD in. Ah. Gaat ineens spontaan een klepje omhoog. Dus nou, dat betekent dat we in ieder geval weten waar dus de waar dus de batterij in moet. Even kijken hoor. Volgens mij zit hij niet goed. Zo past hij er niet in. Hij moet er dus echt zo in. Of zo in. Nee, hij moet er zo in. Nou, dan had ik het met en nou doet hij het weer niet. Goed, in ieder geval. Het pin moet daar. Dan hebben we nog de SD-kaart. Ja, dat is altijd zo moeilijk openen. Ja, dat kan je echt niet onbetuigd laten door een vernieling aan te brengen, want die dingen die kan je niet zo openmaken. Nou, hier heb ik echt het even een schaver nodig, dus dan moet ik even openknippen. Dus, ik ga even een schaar pakken. Een schaar. Kom maar schaar. Nou, gaan we even openknippen. Zo. Dan ben ik alleen benieuwd, moet die er zonder of met beveiliging in? Dat is altijd de vraag. Het is trouwens een 256 gig kaartje wat erin zit. Dus daar kan ik eigenlijk wel wat mee filmen. Nou, ik heb dadelijk helemaal geen ding meer om te knippen, want ik heb hem al zo klein geknipt dat ik even een gaatje hier maken. Want hij wordt steeds kleiner. En dan krijg je hem niet meer open dadelijk. Zie je hier wat uitvallen? Juist. Hij valt zo op de grond. Nou goed. Ik ga dit even hierin. SD-kaartje. Ik leg hem even hier neer. En nu moet ik even kijken. Moet ik die even openknippen? Ik denk. Normaal ging dat hele kleine kaartje. Dat ging normaal in mijn camera, maar ik denk dat bij deze dit toestel dat je ook de beschermhoes moet gebruiken. Die wordt dan iets groter. Kijk, deze dus. Dan gaat deze, die gaat hierin. Andersom natuurlijk. Lijkt me wel handig. En die gaat dan hierin. Kijk. En nu moet ik kijken hoe ik dat ding weer, dicht krijg. Want dat is altijd zo leuk. Hoe gaat dat ding weer dicht? Nee. Even koekeloeren hoor, hoe dat werkt. Zo, nou, dit is mijn nieuwe camera, jongens. Ik hoop dat ik hier weer heel veel video's mee ga maken. De afgelopen, de vorige camera, 4 jaar en 2 maanden heb ik ermee gedaan. 4 jaar en 2 maanden. Dus, ik moet nog even kijken hoe die cavia erop gemaakt moet worden. Maar, dit is dus het beeld waar jullie voortaan mij doorzien. Als het goed is, komt 3 januari nog een verrassing. Met een nieuw iemand die ook mee gaat doen. Waarschijnlijk af en toe in de vlogs, als ik tijd heb in ieder geval. Jullie weten nou al dat het een vrouw is. Ik ga weer veel spoileren. In ieder geval, dat gaan jullie allemaal zien. Ze moet kijken, want ze heeft het ontzettend druk, heb ze het. Ze heet in ieder geval. Ga ik lekker nog niet vertellen. Ik ga het nog lekker niet vertellen. Ik loop weer veel te veel te spoileren. Ik ga lekker niks vertellen. En dan in ieder geval ben ik reuze blij met mijn cameraatje. En ik ga nu even verder. Mijn batterij is ook bijna leeg. Hij moet natuurlijk helemaal opgeladen worden. Want dat heb ik nog niet gedaan. Ik moet mijn cavia er nog even opzetten. Of mijn mod. Ja, mijn mod cavia. Dus dan ga ik nog eventjes kijken of dat ik dat kan fixen. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou inmiddels zijn we alweer een paar dagen verder.
Het is echt het enige wat ik opgenomen heb op mijn YouTube-kanaal hier in Marveld. Dat hebben jullie al gehoord in de vorige vlog, als het goed is. Die moet ik nog opnemen, want dat doe ik weer als ik thuis ben. Maar in ieder geval, hij zit erop. De cavia zit erop. Dus dit is mijn nieuwe camera. Hier gaat ik dus een hele hoop rol mee beleven. In ieder geval, ja, voor mij is het de laatste dag hier ook in Marveld. Dus ja, die ga ik ontzettend missen. Oh, mijn badje. Maar ja, in ieder geval was dit even de unboxing van mijn nieuwe camera. Nou, wat trouwens ook wel grappig is. Niks doet het hier meer in huis. Er is gisteravond de stop gesprongen of zoiets. En nou, de helft heb geen elektriciteit meer. Het licht doet het niet meer. Wat doet het nog wel? En boven doen er ook een paar stopcontacten het niet meer. Licht niet meer, beneden niet meer. Dus gedoe allemaal. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Hier gaan we een hoop lol mee beleven. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Groetjes van deze kant. Ik zou zeggen, abonneer voor meer video's. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op mijn kanaal. Laat een dikke duim omhoog achter in de comments. Laat even een reactie achter. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.